We zijn vandaag in Medemblik bij de Kwikkelse Brug. Dit omdat Medemblik 725 jaar bestaat. Memorabo. Memorabo. Medemblik, memorabo. Niet miserabo. Medemblik, formidabo. Memorabo. Medemblik, memorabo. Niet miserabo. Maar memorabo. Nee, niet weer. Geen theeconfituur. We zijn positief. Echt beloofd. Het zal niet meer gebeuren. Daar zorgen wij voor. We gaan ons revancheren. Echt waar. We gaan starten. Medemblik op de kaart. We hebben goud in handen. Alle gemiste kansen gaan we nu verzilveren. We zijn glorieus. Worden ongenaakbaar. Met hart en ziel. Jij bent... memorabo. Memorabo. Medemblik, memorabo. Niet miserabo. Medemblik, formidabo. Memorabo. De woon ik mijn hele leven al in Medemblik. Ik ben hier geboren en getogen. En daarnaast zit ik in de gemeenteraad van Medemblik. En ik vind het hartstikke goed dat dit soort initiatieven genomen worden. Ik vind het hartstikke leuk. En heeft u 700 jaar Medemblik, heeft u ook hier mee? Ja, heb ik heel intensief meegemaakt. Ik woon in de Bangert. De hele straat was toen een week lang afgesloten. Iedereen die zat buiten had een eigen terrasje voor de deur. Het werd toen gevierd in juni trouwens. Maar het was een ontzettend leuk feest. Grote tenten wat genoemd achterom. Ja, toen denk ik dat er toen nog geld genoeg was. Dus nu is het allemaal wat minder. Maar... we moeten het gewoon met elkaar doen, zoals vanavond ook. Hartstikke leuk. Ik sta hier naast Kees Breekwaard, de stadsburgemeester van Medemblik. Wat houdt de nieuwe stadsburgemeester van Medemblik in? Wat gaat hij doen? Nou, het gaat er hoofdzakelijk om dat alle evenementen die tijdens dit jubileumjaar worden gevierd, een extra cachet te geven. De bestaande evenementen die elk jaar plaatsvinden, een extra tintje te geven. En mijn taak is hoofdzakelijk om dat te begeleiden, wat te promoten, af en toe even een toespraakje houden om een extra tintje te geven. Dus echt, we gaan er echt hard tegenaan. Okay. Dat, en er komen ook een flink aantal extra evenementen die niet jaarlijks terugkeren. Dus we zijn zelf ook heel benieuwd hoe het allemaal uitpakt. Wij zijn ook heel benieuwd, dank u wel. Nou, het Memorabelplein in Medemblik is geopend. Dit was je leidrop voor You Medemblik.